Inge de Wit, sinds 1 september 2021 bestuursvoorzitter van het Koningin Beatrix Streekziekenhuis in Winterswijk. Ga weg naar het Icazia ziekenhuis in Rotterdam. Ruim 2 jaar later. Mevrouw de Wit, wat is de reden van uw vertrek? Er deed zich deze unieke kans voor. En dat is dan de afweging die je maakt. En vandaar dat ik toch heb besloten om naar het Rotterdamse te gaan. We gaan op een ander moment even kijken naar het BDO-rapport. Maar dat ziekenhuis waar u heen gaat, wordt in dat BDO-rapport ook genoemd. Niet als de meest financieel rooskleurige situatie. Is het dan nog steeds aanlokkelijk? Ja, want het gaat natuurlijk niet over financiën alleen. Hè. De zorg kent heel veel uitdagingen, ziekenhuizen zeker. En zo'n BDO-rapport, dat is een momentopname die kijkt naar het verleden. Dat is geen garantie voor de toekomst, zeg ik wel eens. Er zijn veel meer zaken die daar een rol bij spelen of iets financieel goed gaat, ja of nee. Maar was u klaar met Winterswijk, om het maar een beetje plat te zeggen? Of is Rotterdam veel aanlokkelijker? Ja, dat laatste, want Winterswijk is hier in het ziekenhuis nog genoeg te doen. En ik denk dat de regio ook staat voor een hele mooie uitdaging. Die de komende periode wel verzilverd moet worden. En dat is wel de klus die er nog ligt.